Het is spelletjestijd. Nee! Kelly! En met Orlando. Goedemorgen, vandaag is het wel woensdag. Gisteren zei ik natuurlijk ook al dat het woensdag was. Ik werd verrast met een ontbijtje op bed van Sarah. Dat was heel fijn. Toen kwam ik beneden en toen zag ik dat ze alle, ja, ik bewaar altijd overal kaartjes, entreekaartjes en plattegrondjes en alles. Als er ergens geweest zijn voor in de fotoalbums erbij. Die had Sarah allemaal uit de kast getrokken. Dat lag allemaal bij Bar. Die hebben jullie een tijdje geleden in de vlog gezien. Die had ik toen helemaal uitgezocht, dus dat was iets minder leuk. Toen ben ik maar gedouchen en aangekleed en nu zijn we hier. Ik ga even thee zetten. Ik heb dus wel al ontbeten, want dat kreeg ik wel nu voor bed. Dat was echt wel een heel fijn wakker worden. En ik weet nog niet wat ik vandaag ga doen. Denise komt ze wel even langs, die zou eigenlijk gisteren komen om dingen op te halen. Maar Lola die sliep niet en noem maar op, dus dat hebben we naar vanmiddag gedaan. Mijn haar is nat, dus ik wil even dat droogt, maar het duurt te lang. En toen bedacht ik me dat ik met mijn nieuwe bed vrij lastig de onderkant stofzuigen. En dat ik er eigenlijk een geniale oplossing voor heb. Ik ga er gewoon mijn robot onder. En die kan dan gewoon zijn werk gaan doen. En ik pak hem er weer onder vandaan als die klaar is. Dus dat vond ik een heel goed idee. Dus ik ga de lades even naar de zijkant schuiven. En dan zet ik hem eronder en gewoon aan. Nou, ga jij je ding maar doen? Nee, wel onder het bed alsjeblieft. Daarin. En toen kreeg ik nog een pakketje binnen. Dat heb ik eergisteren besteld. Want ik was toen heel druk bezig met fotoalbums. Maar die laatste is bijna vol. Dus als ik nieuwe foto's ga bestellen, gaat het er niet meer allemaal in passen. Dus ik heb een nieuwe besteld. Oh. De ene is echt super klein, dat had ik niet verwacht. Deze is wel zoals ik hem had verwacht. Dit is gewoon een groot album, maar deze, dat is echt een mini. Maar even gaan nadenken of ik dat wel wil. Dat zijn voor kleine. Ja, maar ik heb zelf zoiets van. Ik denk dat ik deze wel ga terugsturen. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet gezien. Ja, of zou dat net. Nee, daar kan ik wel heel weinig in. Deze ga ik terugsturen. En deze ben ik wel blij. Dus heb ik in ieder geval vast één album waar ik verder mee kan. Ik heb echt alle albums die ik klaar heb naar boven gebracht. Ik heb hier deze kast nu leeg. Daar gaan alle, zeg maar, volwassen spelletjes in. Want dat stond nu hier in combinatie met de puzzels en spellen en zo van Sarah. En ik heb lekker geen make-up op vandaag. Maar dat werkt echt voor gemeten en dat past allemaal niet in de kast. Dus dat ga ik nu splitsen. En dan wordt dit dus een kast voor al haar troepjes of kinderspellen. En dan moet ik zeggen, we hebben ook Halligalli spellen. Die zijn voor Sarah, maar die zijn ook voor volwassenen leuk om te spelen. Dus die gaan wel dan in de volwassen kast, zeg maar. En dan echt alleen alles wat sowieso kind is, dat gaat dan in de kast. En dan daar ook andere dingen bij. Dus bijvoorbeeld een bowling set of een puzzel. Ja, allemaal dat soort dingen. Dus dan hebben we het gesplitst en dan zitten ze ook niet meer allemaal aan mijn spellen. Is heel erg dat ze. Maar daar ben ik wel blij om, want dat wordt ook zo'n rommel elke keer. Oh, dit is trouwens echt een van mijn favoriete spellen. Die is echt heel leuk. En ik hou echt van spelletjes spelen. Want ik had een ander spel, daar was de doos van kapot gegaan. Dat kwam nu ook in de kast, want het staat ook al weken nu los in mijn boekenkast. En ik hou er niet van, want ik hou niet van een rommel. As you know, en ik leef altijd in de rommel, want ik ben mama en ik ben een kind. Maar goed, dat is verhaal nummer 2. Dit is ook van Sarah. Sarah heeft ook echt heel veel spullen trouwens, moet ik zeggen. Het is echt niet normaal. Dus ja, zo krijgen we dadelijk toch allemaal weer een beetje netjes. Hopelijk. Ja, ben benieuwd. Soms ben ik dan heel blij dat ik het heb veranderd. Maar ja, het kan ook dat ik over een paar dagen denk, oh my god, waarom heb ik dit zo neergezet? En ik weet
wil het helemaal niet zo dat ik het toch weer om ga draaien. Maar ik vind met dit soort dingen, dat weet je eigenlijk pas echt op het moment dat je het uitprobeert, hoe het goed staat. En in deze tijden alle tijd voor dit soort projecten. Nou, dit is wat eruit moet. Ja, dus, en dan kan dat ding van Serre hier weer in de kast. En dan ga ik die andere kast even inruimen. En dan heb ik het mooi gesplitst. Daar ben ik heel blij om. En ik heb hier gewoon echt nog ruimte voor Serre over voor wat dingen die allemaal nu niet in de kast passen. Dus ik hoop dat er dan ook wat van die losse dingen gewoon hierin kunnen. En dat er wat minder door de kamer zwerft. Oh, en trouwens, ik hoor nu, er staat klassieke muziek op. Sarah staat heel graag op de een of andere manier klassieke muziek op. Als ze aan het spelen is. En ik hoor nu dat hij dus nog steeds aanstaat. Ja, misschien is het ook maar goed, want ik ben als een jekko bezig. Misschien is het voor mezelf ook wel even rustgevend dan of zo. Even puzzelen. Oké, het staat een beetje rommelig. Dat heeft ook te maken met alle ongelijke dozen. Want net krijg ik het niet, dan loop ik ergens weer vast. Maar ik kan gewoon nog spelletjes bijkopen in principe. Daar heb ik gewoon ruimte voor. Nou is het niet per se de bedoeling, maar het kan. En ik hou van spelletjes. Het is spelletjestijd. Nee! Kelly! En met Orlando. En ze hebben allebei even hun make-up net goed gedaan voordat ik de camera aanzette. Ja, doe en even, we gaan even een check in kijken. Even make-up check. Is het goed? Ik doe ook mijn make-up goed. Heb ik niet op vandaag, maar doe hem wel goed. En ik heb echt zo'n plukje hier. Kijk. Laat even in de comments weten of het oké zat of niet. Maar kijk, ik heb deze. Zie je hem? Heel de dag al. Ja, die. Hij is echt irritant. Nee, wij gaan echt het meest toepasselijke spel ooit nu spelen. En dat is Pandemic. We gaan kijken of jullie allemaal kunnen redden. Nou, de wereld is heel ziek. Kijk. Maar Europa is vrij. Dus we hebben het al goed gedaan. We gaan jullie beschermen. Ik heb heel slecht nieuws. We hebben verloren. Fuck dat nu. Het leven uitbreken. Ja, ik zal je niet met de details lastigvallen. Maar echt. Kijk. Nou. Het lepje dan zie ik het niet. Als je er 3 hebt en je krijgt er 1 bij, dan ga je omhoog. Kom je hier, dan is de wereld gewoon dood. Dood. We zijn dood. Sorry. Inmiddels zijn we naar het volgende spel gegaan. Love Letters. En ja, Natas staat voor. Tuurlijk. Ik heb er 3. Ik heb er 1 en Orlando heeft niks. Nee, mijn echte liefde. Jij bent wel het vaakste prinses geweest van iedereen. Ik ben ook een prinses, ja. Ja, Elsa jurk in de kast. Onder de bed. Nu tijd voor 5 seconds. Een sensor. Noem 3 mensen die waarschijnlijk nooit masturberen. Jij en ik. Voor jou wil ik het niet weten, voor jou ook niet. En noem jouw 3 fetishes. Chanel-tas, Dior-tas en een Dior-blazer. Dat is mijn fetish. Dat is wel een Dior. Kijk, als ik ja, maar het basisverschil. Je hebt je Dior-jas. Dat is wel goed. En die is, daar word ik helemaal wild maar van. Kijk, noem 3 dingen waarvoor je je tong gebruikt. Beffen, eten en drinken. Ook echt beffen als eerst. Saai. Noem 3 dingen die je eet wanneer je een kater hebt. Noedelsoep en droog brood. Echt droog brood als je een kater hebt? Nee, maar kan. Ik heb echt een geweldige avond gehad. En ik ga er nu lekker bij kruipen in bed. Dus bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei doei.